Ik zeg heerlijk, dat gaan de visjes lekker vinden. En toen dacht die brasem bye bye koeienvlaaien. Deze stinkt trouwens wel een beetje. Kijk, wat een lap. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Wat leuk dat jij weer kijkt naar een nieuwe vlog van mij. En ja, lieve mensen, het zonnetje schijnt, de lucht is blauw. Dus ik zeg, visjes, kom maar gauw. Het is vandaag echt een prachtige dag. Ik ben aan het Zijkanaal B. En ik ga proberen een paar vissen te vangen. En ik hoop eigenlijk een paar voorjaarsbrasems. Het is zeg maar zo dat de nachten die worden al een beetje warmer. En de temperaturen overdag die zijn echt heerlijk. Die schieten al naar de 20 graden uit. En vandaag is ook zo'n dag. En dus de watertemperatuur is iets omhoog. En ik hoop dat de vis daardoor wat actiever is. En dat ik vandaag echt een paar mooie vissen kan vangen. En ik ga jullie vandaag meenemen in mijn dag vandaag. Het zal vrij basic zijn. Qua aas heb ik ook niet veel soorten bij. Ik heb pinkies bij, levend, dode pinkies. Ik heb messpieren en wormen bij. En ja, ga eens kijken of we er een paar kunnen vangen. Wat denk jij? Ik denk van wel. Zo, ik kan jullie niet beloven dat jullie vandaag geen ruis op de achtergrond zullen horen. Want ik zit vlak bij Schiphol. Dus je zal zo nu en dan een keer een vliegtuig horen. Hey, in het voorjaar is het ook belangrijk om ten eerste je zonnebrand aan te vullen. En je dan natuurlijk even in te smeren. Want zo'n dag als vandaag is het UV-kracht 3. En dan kan je binnen een paar uur verbranden. Dus smeren. Nou, nadat ik ingesmeerd ben, zal ik jullie even meenemen in mijn setup. Want ik heb twee topsetjes. En ik wil mijn achterliggende gedachten met jullie delen. Twee topsetjes opgebouwd. Een topsetje met een lichter dobbertje en een zwaarder dobbertje. Met de lichte dobber hoop ik de wat kleinere visjes te kunnen vangen in het begin. En dat is een 0,4 dobbertje. En ik heb hierbij een elastiekje die niet al te dik is. En ja, hier zal ik in het begin staande haak mee beginnen. En een beetje boven de grond om die visjes proberen te zoeken. En vaak als je op wat kleinere visjes vist, vis je ook wat lichter. Nou, ik heb ook een topsetje met een wat zwaardere dobber. Dus een dobber van 1 gram. En een wat dikker elastiekje. Nou, ik hoop natuurlijk wat brasems te kunnen vangen. Die willen vaak graag dat het aas stil op de bodem wordt aangeboden. Dus niet de hele tijd beweegt, zeg maar. Vandaar de wat zwaardere dobber en de wat dikkere elastiek. En die dikkere elastiek is er ook voor dat die vis mij niet uitlaat, maar dat ik iets over die vissen te vertellen heb. Want die vissen die tikken hier 2,5 kilo aan en misschien nog wel zwaarder. En als je dan met een heel dun elastiekje vist, dan zwemt die vis alle kanten op. Ik wil wat over die vis te zeggen hebben, vandaar het wat dikker elastiekje. En ik vis natuurlijk ook met onderlijnen vandaag. En een van mijn favoriete haakjes uit het Goer assortiment is de Pol Special. Nou, en laten ze de Pol Special nou ook gewoon een kant-en-klare onderlijnen hebben. Ik ben blij, dus ik ga vandaag met de kant-en-klare onderlijnen vissen. Ideaal voor vorentjes, brasempjes, tophakie. Nou, en dan ook nog eens kant-en-klaar. Ik zeg, kind kan de was doen. Ik zeg, ik ga lekker aanvoeren en ik ga eens kijken of ik een visje kan vangen. Kijken jullie mee? Het aanvoeren doe ik als volgt. Ik heb ongeveer iets meer dan een litertje voer. Wormen die ik lekker in stukjes knip, die doe ik er doorheen. Nog een paar knippies zo, wel grove stukjes. En een paar dode pinken. Mix ze maar. Ik heb trouwens niet heel veel aas bij, zien jullie dat? Een paar dode pinkjes extra. Hoppa. Ik zeg heerlijk, dat gaan de visjes lekker vinden. Ik heb hier aan de overkant een boom. Daar ga ik al mijn voerbolletjes op kuppen, zodat ik precies weet waar het ligt. En dan ga ik eens kijken of ik een visje kan vangen. Ik heb er eigenlijk wel vertrouwen in en het is echt zo lekker weer. Oh, dit gaat een leuke dag worden. Zo, petje op. Dan gaan we eens even kijken
of we een visje kunnen vangen. We gaan met levende manen starten, pinkies. En ik ben er altijd van overtuigd als je een klein visje aan het begin moet vangen, probeer te vangen, dat levende pinkies altijd het beste zijn. Even een hengeldop achter in mijn hengel. Oké, ik heb nog geen beet gehad. En ik schuif nu mijn dobber iets naar beneden, waardoor ik een centimeter of 5 boven de grond zit te vissen. En dan ga ik eens kijken of ik hier iets van een vorentje gevangen kan krijgen. Want uit ervaring leert dat de brasems eigenlijk altijd een beetje aan het einde van de sessie komen. Die zullen er niet altijd in één keer zijn. Dus voor mij tijdens een wedstrijd is dat heel belangrijk om eerst zoveel mogelijk kleine vissen in het net te hebben liggen. Ja, en zijkanaal B is eigenlijk gewoon een soort bak. En volgens mij overal even diep. Bijna even diep. Maar de wind kan hier best wel een vertekend beeld geven. Nou, het waait heel lichtjes. En het waait zeg maar van rechts naar links. En mijn dobber wordt eigenlijk meegenomen door de wind naar links. Terwijl het gewoon onder gewoon echt stil staat. Dus het is heel belangrijk dat je natuurlijk een natuurlijke aansaanbieding hebt. Dus als je dobbertje mee naar links drijft, maar onder is er geen stroming. Ja, dan ziet het er heel onnatuurlijk uit. Dus daar moet je natuurlijk wel over nadenken in het vissen. Maar het kan ook zo zijn dat bijvoorbeeld de hele week de wind zeg maar naar links staat en het waait flink, dat er toch wel een onderstroming komt, maar dat de onderstroming juist weer naar rechts gaat. Dus het zijn allemaal dingetjes waar je over moet nadenken in het vissen. Ik krijg net 2 indicaties. En ik denk persoonlijk dat het een dikke vis is, die dan bijvoorbeeld met zijn staart tegen de lijn aan zwemt. Dus ik ga zo meteen eens het zwaardere dobbertje pakken van 1 gram en 1 centimeter of 10 op de grond en dan met een paar messpieren eraan, want ik denk echt dat er al een brasem zit. Zo'n 10 centimeter op de grond, een paar messpiertjes eraan en dan hoop ik dat ze hier trek in hebben. Ik denk het wel. Serieus, Ryan Cross belt mij. Ik zit een beetje te bellen en te doen. In één keer gaat het dobbertje onder. En natuurlijk een beetje onhandig. Telefoon ophangen, doen, camera aanzetten. En toen dacht die brasem, bye bye koeienvlaaier. Maar ja, ik zie dat mijn messpieren er nog aan zitten. Dus hij was ergens gepikkeld in het lijf. Kleine geitjes hou je toch? Ja, wat ik net al aangaf. Ik was ervan overtuigd dat er een dikke vis zat. Nou, en die zat er dus ook. En met mijn messpieren is helemaal niks mis mee. Poging 2. Het is er 1. Oh, mooie vis hoor. Dat is natuurlijk altijd een dingetje. Vloggen en een camera bedienen tegelijk. Maar kijk, wat een mooie vis. Ik ga de camera even beter positioneren. 1, 2, op plek idee. Oké. Ik had meneer Cross natuurlijk aan de telefoon. En die vis die verspeelde ik, want die was gepikkeld. Heb ik daarna gelijk weer een bolletje met een beetje ja, voer met wat geknipte pier en pinken gekupt. En kijk eens, wat een prachtvis. Echt een mooie vis. Super blij mee. Hij is best wel heel erg koud. Ik ga hem vrij laten. En ik ga proberen de volgende te vangen. Dus die indicaties die ik net had. Dat waren gewoon dikke vissen. Want ik vang er nu 1. Ik heb er ook al 1 verspeeld. Dus dit is een goed teken om er nog een paar extra te vangen. Jullie zullen je misschien afvragen, hoe ziet zo'n bolletje voer er nou uit wat Anja bijkupt? Nou, ik ga het even laten zien. Ik heb wat voer. En knip wat wormen in kleine stukjes.
En je, dus jullie je misschien afvragen, waarom heeft ze nou zo'n schaar met drie van die dingen eraan? Nou, dat knipt de wormen gewoon veel sneller. Want als je één schaartje hebt, dan ben je gewoon super lang aan het knippen. En met drie scharen ben je gewoon super snel. Nou, ik doe dus wat wormen bij het voer, waardoor de pinken. Mix dat even. Kijk, en het bolletje ziet er dan als volgt uit. En knijp het niet eens zo hard aan, want hier is het niet zo diep. Nou, en het bolletje ziet er dan zo uit. Lekker man. En ik heb nu al eventjes geen beet gehad of geen indicaties gehad. Dus ik kup er eventjes een bolletje in. Hoppakee. Weet je wat daar super leuk was? Er kwam net een man voorbij op zijn fietsie. Hey Anja, zegt hij, ik kijk altijd naar je video's. Ja, ik vind het super leuk. Dus meneer, ik weet uw naam niet. Als u deze video ziet, leuk dat u even komt kijken. Maar kijk, echt weer een prachtige voorjaarsbrasem. Echt niet normaal. Tja, zo zie je maar dat bijkuppen echt wel werkt. En dat ga ik nu gewoon gelijk weer doen. Ik heb weer zo'n bolletje bij wat ik net ook bijkupte. En ga ik er gewoon nog één vangen. Zo, het voerbolletje is gekupt. En ik vang de vissen met messpieren. En ik wil jullie even laten zien hoe ik die op de haak prik. Ik pak even een dikke messpier. Vaak prik ik er wat kleintjes aan. Je ziet hier, hopelijk kan je het zien, het kopje van de mestspier. En dan prik ik de haak bovenin dat kopje. En dan rijg ik de mestspier over de haaksteel. Ik hoop dat het een beetje te zien valt. Nou, dan knijp ik hem ook altijd een stukje af. Dan komen die sappen er altijd lekker uit. En dan hang ik er nog twee mespiertjes bij aan, kleintjes of één. En ik hang er nog een dood pinkie bij. En dan ziet het er als volgt uit. Heerlijk. En je ziet dat het ene mespiertje over de haaksteel geregen zit. En ander mespiertje erbij en dan een pinkie. En waarom rijg ik hem nou over de steel heen? Ten eerste heb ik dan het idee dat de vis dan minder je haak ziet. En op deze manier krijg je gewoon ook een mespiertje extra erop bevestigd. En het werkt gewoon, ze vinden het lekker. Ik kreeg net twee indicaties weer. Dus ik denk dat er weer een dikke vis op mijn stek zit. Denk nou niet dat je super passief moet gaan zitten vissen op een brasem. Je kan best wel actief vissen door eens een keer je aas iets te verslepen. Of door je aas een keer op te tillen en te laten zakken. Want ja, we willen natuurlijk bij een brasem dat je aas in principe stil op de bodem ligt. Maar het kan ook maar net zijn, als je je aas natuurlijk iets wegtrekt of een keertje omhoog lift en laat zakken, dat de brasem denkt, hé, hey, daar komt wat lekkers uit de lucht vallen. Laat ik dat maar eens opeten. Dus probeer ook een beetje te zoeken. Dus wees niet al te passief. Ik heb er weer één aangeslagen. Belangrijk bij zo'n drill is dat je je hengel laag houdt. Zeker ook als je de vis hebt aangeslagen. Hup, hengel opzij, top omlaag. Want je wilt natuurlijk niet dat die vis bovenop je voersplek op het wateroppervlakte aan het spartelen is. Nou, het elastiekje doet ook perfect zijn werk.
Kijk. Vis rustig moe laten worden. En bingo. Deze stinkt trouwens wel een beetje. Kijk, wat een lap. Kijk hoe vet. Een paar pukkels op zijn snoet. Nou, ik ga hem netjes vrij laten. Dan doe ik altijd zo'n grote vis via het schepnetje. Vissen blijft echt zo'n mooie sport. Ik had er nu wat grotere, dikkere messpieren aangehangen. Twee stuks. Met een pinky erbij. Ik denk misschien dat dat dan weer wat meer opvalt onder water. En als je nou met messpieren vist, vis dan niet met een haakje 22. Zorg dan dat je met een 14, 16 of 18 zit te vissen. Ja, camera staat scheef, maar dat maakt niet uit. Ik vang net die ene brasem, ik zet hem in, boem, gelijk weer een. Ik denk dat ze gewoon met twee of drie tegelijk komen. Hengel laag, laat het elastiek zijn werk doen. Ik hou mijn hengel nog steeds laag, want ik wil niet dat hij daar al boven komt. Ik hou mijn hengel nog steeds laag. En nu ga ik langzaam die vis omhoog proberen te trekken. Nou, zo voor het schepnetje. En bam, die dikkere messpieren, die werken wel. Lekker! Zoals jullie gezien hebben, in het begin heb ik mijn woerstek vrij compact gehouden. Dus wat zal het zijn? Ja, 40 bij 40 of zoiets. En dat heb ik expres gedaan, want ik wil natuurlijk dat die paar brasems die komen, dat die wel mijn aas pakken op dat kleine stukje voer. Ik heb hier ook al eens in de zomermaanden gevist. En heb ik ook een heel klein compact plekje gemaakt. Maar ja, in de zomer zijn die vissen natuurlijk veel actiever. En als ze dan komen, dan komen ze in grote getalen. En dan springen ze, dan zwemmen ze allemaal in één keer op dat kleine voerplekje. En ja, dan krijg je allemaal lijnen, ga je die vissen pikkelen doen. Dus dan werkt zo'n klein compact plekje op dit water averechts. Dan kan je je voer natuurlijk kuppen. Maar dan zou ik het in een vele grotere plaat kuppen. Bijvoorbeeld van een meter bij een meter. Of gewoon voer met de hand gooien. Als je dat lukt. Nou, wel bijzonder om te zien dat... In het begin kreeg ik een paar beten, visje verspeeld, visje gevangen, toen weer een visje gevangen. En net was het eventjes vrij stil. En ik kreeg wel weer een indicatie. Nou, en dan vang je er zo weer twee achter elkaar. Maar het kan nu zo wel weer zijn dat je weer een half uurtje moet wachten. Dus ik wacht nu ook even met cup om te kijken of er nog een derde zit. Is dat niet zo, dan ga ik er wat aas bij brengen. Want dan denk ik dat de vissen die ik net gevangen heb, toch wel het een en ander hebben weggevreten. En het moet wel tafeltje, dekje blijven voor die andere vissen. Check van een lap. Echt een dikkert. Ja, lieve kijkers, zoals jullie zien op de achtergrond geen visspullen meer, want ik ben gestopt. Ik heb een fantastische dag gehad. Heerlijk in het warme zonnetje gezeten. Ik heb prachtige voorjaarsbrasems gevangen. En ik hoop dat jij iets geleerd hebt van deze vlog. Ik heb het in ieder geval naar mijn zin gehad. Vond jij de vissen in deze vlog nou super mooi? Geef dan even een duimpje omhoog. En ik zie je over 2 weken weer op mijn YouTube kanaal. Doeg!